Goedendag en welkom bij deze nieuwe video. Het is weer tijd voor nog een Trains in World 4 DLC. We hebben recentelijk dus natuurlijk al de London Overground route gekregen. En eigenlijk vandaag komt uit, voor de consoles zou die in principe al uit moeten zijn. Voor de PC is die later vandaag uit. Dat betreft namelijk de 5 Circle Line van Rivet Games. De 5 Circle Line is ook beschikbaar in Train Sim Classic. Hij is nu ook beschikbaar voor Train Sim World 4, de Edinburgh Markinch via Dunfermline en Kirkcaldy. Ik zal vast zeggen, mocht ik de plaatsnamen verkeerd uitspreken, excuses daarvoor, zo voor de English viewers as well. If I say the name of the town incorrectly, please forgive me, because I'm not a native speaker of how you say the names. So I'm sorry in advance. Wat komt in ieder geval in de route mee? Daar gaan we vandaag even naar kijken. Dan gaan we even naar de map kijken natuurlijk. We gaan een stukje rijden, we gaan een route-introductie doen en dan. Maar niet specifiek allemaal in die volgorde. Dus laten we eerst gaan beginnen. Voordat we gaan kijken naar wat er allemaal meekomt met de route. Nou, in ieder geval de kaart. De kaart van de route, dat is deze. Dit is de 5 Circle Line route. Zoals je ziet, je hebt hier een aantal plaatsen die in ieder geval langskomen, zeg maar. Even kijken, want dan moet ik heel eventjes kijken. Ja, ik heb hem hier ook nog. Bekend al van de Edinburgh naar Glasgow route is natuurlijk Edinburgh Waverley. Dus daar beginnen wij helemaal rechts onderin. Vervolgens, als je door de tunnel gaat, ga je naar Haymarket. Dan kom je in het Haymarket Depot kom je langs. Haymarket Depot is tegenwoordig nu accessible. Dat was in de Edinburgh Glasgow route niet het geval, heb ik gehoord in de preview stream van DTG. Vervolgens, dan trekken wij af. Dan gaan we naar een station genaamd South Gyle. Dan Edinburgh Gateway. En Edinburgh Gateway is de plek natuurlijk voor de Edinburgh Airport. Dalmeny, vlak voor de Ford Bridge. Dat is een icoon op deze route. Aan de andere kant daarvan ligt North Queens Ferry. Dan Inverkeating. Bij Inverkeating kun je twee kanten op. Je kunt zeg maar linksom en rechtsom. Als je rechtsom gaat, zeg maar, dus langs de coast, dan kom je de Dalgety Bay, Aberdawe, dacht ik. Burnt Island, Kinghorn, Kirkcaldy kom je tegen. En dan is je volgende station Markinch. Mocht jij de route, zeg maar, aan de rechterkant, aan de linkerkant gaan, dan ga je dus van Inverkeating ga je naar Rosyth. Dunfermline City, Dunfermline Queen Margaret, Cowden Beat, Loch Kelly, Carden en dan ons laatste station Glenroad with Thornton. In principe zijn er geen services die het hele rondje doen. Volgens mij zijn dat die echt wel, dacht ik. Maar in ieder geval niet in deze game. Je hebt dus of inderdaad een scenario of een service linksom of rechtsom. En als je rechtsom gaat, ga je naar Markinch. Volgens mij zijn er een aantal die gaan tot Kirkcaldy. Maar de meeste die gaan door naar Markinch. En als je linksom gaat, dan ga je naar Glenroads. En hetzelfde geldt voor natuurlijk als je terug gaat richting Edinburgh. Er zit ook nog een stukje bij Edinburgh. Nog een stukje extra spoor richting Glasgow. Volgens mij tot het eerstvolgende station daarna. Dus die sluit in ieder geval mooi aan. Maar in principe er zijn geen services daarvoor. Er komt nog een bij Glenroads with Thornton. Daar in de buurt is zit nog een aftakking met een branchlijn. Die is Cotterham aan het heropenen. Dus die was gesloten. En ze zijn hem weer aan het heropenen. Dus die komt in een latere update. Van wat ik heb gehoord in de preview stream. Kunnen jullie in principe nog allemaal gewoon terugkijken op de stream van de website. Van, of in ieder geval YouTube van Dovetail Games. Kun je daar in ieder geval nog doorkijken. Nou, dat is in ieder geval de routekaart. Dan gaan we eens even kijken wat natuurlijk meekomt met de route.
Dus zoals je ziet, ik had een kaartje ook openstaan. Nou, je hebt hier natuurlijk To the Trains, Choose a Route, The Vice Circle Line, Edinburgh, Kirkcaldy en Dunfermline Line. Dan heb je natuurlijk één training module. Nou, je hebt er twee eigenlijk, want je hebt natuurlijk ook de trein die meekomt. Dan heb je de scenario's en de timetable. Nou, sowieso, de training module, dat is de route introduction, die gaan we zo meteen nog wel even doen. Dan heb je scenario's, Fun Around the Third, Coming Full Circle, daar ga je dus inderdaad wel het hele rondje langs, High Winds, Scattered Spares en Railway Rubbish. Dan als je vervolgens ook hier kiest voor de timetable, kun je kiezen uit het Class 170. Die komt natuurlijk nieuw met deze route mee, de 170. En lay it in, de 385. De 385 die heeft dus een aantal services zoals je ziet. En dat is voornamelijk van Waverley naar Glasgow Queen Street. En eigenlijk gaat ze om me heen en weer. Dus die gaat eigenlijk daar de hele tijd heen en weer. Dus mocht je dat stukje doen, dan kun je die in ieder geval ook nog doen als je wil. Die zie je als AI. Deze komt dus uit de Edinburgh-Glasgow route. Dan de 170. Die is van de Five Circles, zoals je ziet hier. Kirkcaldy in principe. Kirkcaldy naar Edinburgh. Naar Dundee. Dundee, daar ga je dus naar Markinch. En dan heb je het Glenroads with Thornton. Naar Edinburgh Waverley. Zoals het, je ziet het kaartje rechts in het midden, zeg maar in het middelste venster onderaan, zie je dat die via het zuiden gaat, maar dat klopt niet. Die gaat er boven langs. Hetzelfde geldt voor deze en voor deze en voor die. Ga zo maar verder. Zoals je ziet, je hebt in ieder geval flink wat te doen. Je kunt bijvoorbeeld ook een shunting scenario doen bij het Glenroads with Thornton. Dat is eigenlijk een beetje hoe de serviceverdeling is, zeg maar, over de gehele dag. Zoals je ziet, kun je daar flink aan kiezen. De laatste trein is dus 10 voor 11. En de eerste trein is om 5 uur. Dus stel je voor dat je denkt zo van, nou, ik wil graag om mijn dienst begint om 10 voor 11. En ik ga van Edinburgh naar Perth. Dus ik ga naar Markinch. Dan kun je daarna in principe weer helemaal terugwandelen van Markinch naar Kirkcaldy. En dan een paar uur wachten en dan kun je hier weer beginnen. Ga dan ook doen. In ieder geval, de route is 52 mijl in principe. Je krijgt natuurlijk inderdaad ook de tutorial in ieder geval midden voor de 170. De tutorial voor de route. 5 scenario's, een timetable en natuurlijk route task collections. Zover ik uit mijn hoofd weet is het een kaart. Een poster. De ScotRail mini-treintjes, weet je wel, voor bloemen, de planters. En een nieuwe, dat is met een soort, ja, zo'n knuffelachtig iets, een soort zielknuffel. En als je er langs loopt, dan geef je hem een stuk vis of zo. Oké. Dus dat is in ieder geval die. Dat is in ieder geval wat je in ieder geval hebt. Wat ook meekomt, natuurlijk komt er ook een Rail Journey Mode mee. De 5 Circle Line Journey. 5 chapters, daar heb je de introduction en experience, daar heb je de route introductie, de 170 introductie. Dat is wat River Games wel doet, die doet ze hiermee. Doet ook de route introductie meenemen. En soms zie je, kijk, hier heb je ook weer een heleboel die je niet meer kunt doen. Dan heb je één scenario en de rest is allemaal services van Dundee en Edinburgh Waverley. En dat is allemaal van Perth naar Edinburgh, van Perth naar Edinburgh en wat dan ook. Dus dan heb je Coastal Scenes. En dan Coastal Side of the Loop. En dan Kirkcaldy Dundee. Dat is dus allemaal weer het zuidelijke gedeelte. Five City along the Inner Loop. Dat is dus inderdaad, zoals ik al zei, de bovenste gedeelte. Double Booked. Dat is voor de Boat Side. Dus dan ben je dus, dat is een selectie van scenario's aan timetables aan beide kanten. En Only Revolutions, dat is een mix van passenger service on the outer of inner loop with the 170. Zoals je ziet, er zijn geen freight scenario's, er zijn geen rail tour scenario's, daar komt allemaal niet mee met de route vanaf de launch day. Het is een beetje, nog een beetje in het nieuws of ze nog wat River Games in ieder geval nog wat services daarvan gaat toevoegen. Daarvoor zou ik je even moeten verwijzen naar de post op de
Toftel Games forums. Ik zal het jammer vinden als ze die niet toevoegen, want ja, op zich. Maar de meeste mensen doen meestal passengers. Dus, maar laten we eens even gaan kijken wat in ieder geval onze route-introductie in ieder geval inhoudt. En dan gaan we beginnen. Let's go. Welcome to your first day as a trainee driver here on ScotRail's Fife Circle Line. Edinburgh Waverley is the second busiest station in Scotland after Glasgow Central. The station serves as the northern terminus of the East Coast Main Line, taking passengers to and from London King's Cross. There is a missing route map over there. Fix that while you're here. Nou, in ieder geval hier kunnen we nu ook al zien een deel van de route is. Kunnen we hier naartoe? Helaas, dacht ik al. Eens even kijken. Lift. Dat is jammer. DTG heeft de liften er tegenwoordig in. Wel roltrappen. Dat is de verkeerde kant op, mensen. Dus ik ga even hier langs. Werkende roltrap. Yay, werkende roltrap. Pastry place. Iemand nog een pasty hebben? Wat is dat? Rivet. En dan de rivet air conditioning weet ik niet. Oké. Zoals je ziet, ik heb hem al verzameld. Driver and passenger experience, Angus Stewart would like to speak to you. Angus Stewart would like to speak to me. Oh jee. Op een of andere manier heb je hier nog steeds een weg in zitten. Zo van ja, dat lijkt me niet verstandig tegenwoordig, maar goed. Hoe kunnen we hierin? Nee, we kunnen hier niet in. Oh, het is leeg. Talk to. Hello, how it's going? I'm glad I've got the chance to introduce myself to you properly before you start your training. My name is Angus Stewart, Head of Driver and Passenger Experience here on the Fife Circle. I wanted to congratulate you on getting the role of trainee driver with us in person. It's great to have you on board. Part of my role is to improve the viability of the network and to make sure that all of our drivers and passengers are happy and catered for while traveling with us, so that I think you will be great at helping with us with. Anyway, I'm sure you're keen to get started with your training, but I'll be on call if you need anything or run into any problems. Take care and I hope you have a great day. Great rest of your day. Goodbye. Waarom dit in hoofdletters? Want dit klinkt zo schreeuwerig. Goodbye. Maar goed. Follow okay. The markers to board the train before departure. Oké. Stew's Brew. Op weer hier. Kun je niet naar binnen. Please play me. Kijk eens aan. Dat is leuk. Kefko Coffee. Nee, kunnen we niet naar binnen. Nou, ik ga ervan uit dat we Reed & Sun zullen zien ook niet naar binnen kunnen. Nee, helaas. Nou, laten we even hier naartoe gaan. De trein die wacht wel. Rivet News. Breaking News. Michael Cow phoned on Scottish Farm. Coming up. Local drunk stuck in glass elevator. Then refuses to leave. Okay.
pick a seat anywhere you like. First class natuurlijk, hè? British Rail decided to link the inner and outer loop services together by reopening the eastern end of the old Edinburgh and Northern Railway Dunfermline branch to passenger traffic. With these two lines in operation, this created a loop in the county of Fife, joining at Inverkeithing Station and Glenrothes with Thornton Station. This created the name of the line, the Fife Circle. Located on the route is the Forth Bridge. First opened in 1890, the structure spans 2,467 metres and stands 137 metres tall above its foundations. Two 200 trains use the bridge every day, carrying 3 million passengers per year, and it weighs a whopping 53,000 tons. Back in June 2022, Scottish Power Lines began work to electrify 65 miles of Fife Circle track between Haymarket and Dalmeny for use by electric multiple units. Further phases are planned to electrify the lines between Kinghorn, Thornton, Ladybank and Lochgelly. This train is a BR Class 170 diesel multiple unit in ScotRail livery. They were first introduced into service in 1999, shortly after the privatisation of British Rail. As a trainee driver on this route, you will drive this train across the Fife Circle. Take on the busy commuter services and stunning scenery in true ScotRail fashion. Take in all that the Fife Circle line has to offer. Nou, op zich de route-introductie, die viel wel mee natuurlijk. Dat is wel... Ik vond het eigenlijk wel een beetje dat het een beetje voorgelezen werd van de pagina. Een beetje heel rustig. Maar goed, dat... Had ik de vorige keer bij de vorige Rivet DLC ook al een beetje, maar goed. Zal het misschien Rivet zijn. Nou, dat is in ieder geval de introductie. Nou, laten we nog even een stukje rond gaan kijken op, bij een trein. Dus laten wij dat maar eens gaan doen op, die, op de plek van Thornton bijvoorbeeld. Choose a route. My circle, timetable, the 170. Light clouds. Hoe is dit de shunt? Dat geeft ons wel even tijd om even te kijken naar de trein. Perform a shunting maneuver around Glenrothes with Thornton Station. Oh ja. Schedule to start at 56, dat is nu. En dan noord en dan platform 2. Oftewel, we gaan naar voren en naar achteren. Nou goed. Wat is dat hier nu wel? Verlichting.
Een klassieke trein in ieder geval voor British standards. Een volle trein voor een shunting manoeuvre. Oké. Okay. Emergency. We hebben natuurlijk uurtjes. Case nummer 50408 and I always want to look my best. If there's something broken on the quarter right, let us know. Thank you. Luggage racks. Kaartje. Your ticket goes further than you think, from everyday to the extraordinary. Scotrail.co.uk. Oké. Okay. Echte reclame. Dus dat is mooi. Wel naar binnen natuurlijk. Aan deze kant kun je dus in ieder geval... heb je in ieder geval deurtjes. Je kunt de door-release, zeg maar. Door-release naar... de verkeerde kant op waarschijnlijk, maar goed. Even kijken. DSD kun je aanzetten. AWS kun je aanzetten. En Vigilance. Voor de rest kun je de DAE kun je ook uitzetten. Standaard staat die aan. Deurtjes dicht. Want deze cabine is heel erg goed geïsoleerd. Even kijken, wat hebben we hier? Radio 2 is off. Radio is on. AWS kun je uitzetten hier. Nou, dat is in ieder geval dat. Even kijken. Master key is unlocked. Dat is eigenlijk wel jammer, want de E, kijk, die moet je indrukken en draaien. Zoals je ziet. En deze doe je alleen maar inklikken. Oké. Okay. Nou, je hebt hier ook op de door power. Dan kun je de deurtjes open en dicht doen. Hier heb je de verlichting, zoals je al ziet. De treinverlichting en de notice board light. Standaard aan kun je uitzetten als je wil. Hier kun je volgens mij niet veel mee met dit venster. Nou, eigenlijk is dat het eigenlijk wel. Deze kun je natuurlijk aanzetten als je wil. En je kunt hiermee kun je de bestemmingen kiezen. Dus maar goed. We hebben gelukkig geen tijd om ons aan te houden. Dus even wennen aan de rem. Nou, wat we doen is, ik doe hem even in de shutdown modus zetten. Hij zit in break 3. Dus die kan uit. Die kan uit. Dan doen wij de tail lamps. Doen we aan en deze doen we uit. En deze doen we uit, die uit, die uit. Volgens mij laat je die standaard aan, maar soms is de game die denkt dan dat deze magneet afgaat. Dus dat is niet handig. Nou, sorry voor je been. Ik heb het gevoel altijd dat deze zo kramp... Zo klein zijn die doorgaan. Maar goed, dat is misschien de camera. Ik ben nog niet in de 170 geweest. Emergency resuscitation. Oké. Okay. Electric shock and rescue and treatment. Oké. Okay. AWS, DSD, Vigilance,
tail lights off. Deze naar DM running. Die aan. Die aan. Error. No train faults. Idle. De brakes are off. Dat is het nadeel altijd, zeg maar, van dit. Is dat je inderdaad typen zo moet doen. Proceed as signal indicate. Oftewel rood, maar ons sein hier is groen. Dus die ga ik eens even kijken. Maar goed, die ga ik laatst ook al met testen. Zo van, ik hoor dat niet. Maar goed, je kunt hem zien als een groen zijn. Dus altijd je HUD gebruiken daar rechtsboven, in ieder geval voor de game. In real life heb je geen HUD. Maar goed, in real life rij je ook niet zo'n trein. Tenzij je natuurlijk machinist bent. En dan gaan we naar voren en weer gaan we uit het station en dan gaan we in het station. Kijk eens, we zijn completed. En wat hebben wij? Een gold. Komt door die puntjes. Volgens mij zijn deze niet echt platinum te halen. Volgens mij. Dan moet je echt volgens mij een stukje gaan rijden. eens even kijken. Nou, dat was in ieder geval ook de 170. Dus even in kort. De nieuwe route van River Games is in ieder geval uit. Voor consoles en voor PC's. Tegen de tijd dat je waarschijnlijk deze video ziet, is die ook voor Steam en de rest gewoon uit. Tenzij je gelijk de video kijkt in de middag op de dag van release. En anders dan, als het al na de dag van release is, dan kun je hem daar in ieder geval zien. Nou, we hebben een stukje gekeken. Wat komt in ieder geval mee met de route? Wat kun je doen? En een klein stukje gereden met de 170. Ook al is het alleen maar een shunt geweest. Maar dat is het in ieder geval. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken, maar weer voor deze preview. In ieder geval first look video. En ik zie u graag de volgende keer weer terug. Ik zou zeggen, bye bye.